Hi Sagittarius, hi Boogschutter. Dit is jullie lezing voor de tweede week van april. This is your reading for the second week of April. I'm Shah from Charlie's Angel Tarot on YouTube and MeWe and Buddy Advice on Facebook. You can follow me wherever you wish and you can find it on the main page, my links to most of the medium channels that I've joined, like Instagram, MeWe, etc., etc. Welcome to the new viewers and please subscribe down here and click on the bell once you've subscribed and then you'll be notified when I'm going live as I go live every single day in the morning and pull a card for every zodiac sign and if you join me there then you'll get an extra free card for you for the day. Dit is jullie boogschutter, dit is jullie legging voor de tweede week van april en dat ga ik dan doen na het Engelse. Welkom. Okay, Sagittarius, you deserve this reading. Sometimes you've had a tough time with readings and they weren't so favorable. But this one, I haven't sorted it out like I usually do. I let the cards drop where they are and they're awesome. You've got the Chariot, so you're moving forwards. You might be traveling by car, you might be moving home. You have deserved this, you've wanted this for a long time, to carry on and go forwards and not be stagnated anymore. So you're the champion. That is what the Chariot also means. And you've been keeping the balance between the black and the white horse, or the yin and the yang. So you're moving forward at long last. You're the champion. You might be moving home, going on holiday. Enjoy that energy. And to clarify that and to make it even more positive, you've got the Six of Wands. And this is also somebody that's being hailed in when he's coming home. He's the champion. He's killed this bear, the sheep. And he's giving people food and he's killed it, so they're so grateful. It is recognition of your hard work. It means that you are being the hero, recognition, you're in the spotlight, you're moving forward. Like I said, you might be going on holiday. This card also means going on holiday as well, or moving home. At the end of the week, we've got the Eight of Pentacles. You're getting recognition for your hard work. Perhaps you've wished to leave a legacy behind, but you're getting recognition for your hard work, whether it's work or study. Okay. Well, that's an awesome week for you, Sagittarius, and I hope you've enjoyed that reading. Your theme card is the situation will improve. Like I said, you're moving forward. Okay? Right. Well, that was your reading for the second week, and I hope to see you here tomorrow morning or on Thursday, Friday, or Saturday night when I go live. Like I said, hit the bell and you'll be notified and you can come in and join in and get a card. Okay, boogschuttertje, dit is jullie lezing en na een hele lange tijd is die positief en het is echt een leuke lezing. Boogschuttertje, jullie hebben de zegenwagen en de zegenwagen betekent dat je voorwaarts gaat, dat de stagnatietijd voorbij is. Misschien ga je wel op vakantie of ga je verhuizen. Je hebt de balans kunnen vinden tussen de zwart en de wit, net zoals deze paarden. Je bent een kampioen. En ook weer, om dat te bevestigen dat je de kampioen bent, heb je een tweede kaart waar ook een man gehuldigd wordt door het dorp. In dit geval heeft hij een ram gedood of gevangen gekregen. En hij wordt gehuldigd. Dit is de zes van staven. En dat betekent kampioen, recognitie. Je staat in de schijnwerpers. Betekent ook verhuizing of vakantie. Oké? Je bent een kampioen. En blijf dat geloven al in de slechte tijden. Dat blijf ik jullie toch altijd vertellen. En hier heb je de acht van pentakels.
En zoals ik zei, je staat in de schijnwerpers. Je krijgt recognitie voor al je harde werk of studie. Misschien ga je wel weer een nieuwe studie aan of een nieuwe baan. Maar je wou iets achterlaten. Misschien, dat noemen ze een legacy. En een legacy betekent iets wat van waarde is, laat je achter voor je familie. Als jij er niet meer zou zijn of dat als je weg zou gaan. Zodat je goed geld kan verdienen. Misschien een zaak dat jouw kind het overneemt als jij er niet meer bent of met pensioen gaat. Iets van waarde wou je achterlaten. Misschien wel kennis, misschien heb je een boek geschreven. En je themakaart is de situatie gaat verbeteren. Alsjeblieft. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden en dat je het weekend volop kan genieten en kan feesten vanwege dat je een kampioen bent en dat je erkenning hebt en dat je echt iets bereikt hebt van je harde werk. Hou je taai, groetjes en wees gezegend. Klik op de lidmaatschap knopje en klik op de bel, dan word je genotificeerd wanneer ik live ga in de ochtend of in de avond. En dat kan zijn donderdagavond, vrijdagavond of zaterdagavond. Het hangt vanaf wanneer ik werk. Dankjewel om hier te zijn. Als een nieuwe persoon ben je welkom. En dankjewel voor de volgers om mij te steunen. Wij steunen elkaar. Tot ziens.